Goedemorgen. Sorry, ik heb gisteren tegen je gelogen. Ik ben om 2:30 gaan slapen. Bovendien werd ik 2-3 uurtjes later wakker omdat ik helemaal lek geprikt werd door muggen. Ik was te lui geweest om deet te smeren. Als je wel eens deet hebt gesmeerd, het is echt super smerig spul. Het voelt zeg maar een beetje alsof je siroop op jezelf smeert. Het plakt echt heel erg. Ook bijvoorbeeld mijn huid of zo. Hier mijn nekplooien, die gaan dan aan elkaar plakken. Oké, ik heb bijna 20%, 19%. In Nederland kan je geloof ik maximaal 12-13% krijgen of zo. Ik heb in Hongkong een hogere dosis gevonden. Maar het is echt heel smerig spul. Ik smeer me toch in met tegenzin, omdat je anders helemaal wordt lek gestoken. En gisteravond had ik het niet gedaan. Toen werd ik ergens om, weet ik veel, 4 uur wakker of zo. Omdat ik allemaal muggen beter voelde. Ik dacht, nou, ik moet het toch smeren. Dus ik ben uiteindelijk toch opgestaan om mezelf helemaal in te smeren. En daarna weer gaan slapen. Het is nu 10 uur. Ik ben al een uurtje wakker. Ik heb nog niet ontbeten, maar ik heb wel een aantal dingen geboekt. Woep, want dat knaagde ook een beetje aan me. Ik heb geboekt 2 nachten op Koh Phi Phi. 7 nachten in Koh Tao. Ik heb vervoer voor allebei nog niet geregeld, maar ik heb begrepen dat het niet zo heel erg ingewikkeld is en dat ik dat hier ook kan fixen. En ik heb een bezoekje aan het Olifanten Nature Park geboekt. Het ticket naar Chiang Mai heb ik nog niet geboekt, want ik zit te twijfelen. Ik zou dus de 18e in de ochtend de ferry en de bus pakken naar Krabi, om dan weer het vliegtuig te pakken naar Chiang Mai. Maar het vliegtuig gaat om 7 uur en het is wel echt een reis van Koh Tao naar Krabi toe. Dus ik ben een heel klein beetje zenuwachtig. Weet je, als je bus dan net vertraging heeft of iets, dat je dan je vliegtuig mist. Dus ik zit dan heel even te twijfelen of ik dan de 19e de vlucht naar Chiang Mai moet boeken. Maar dan heb je dus de keuze tussen of heel vroeg 's ochtends, wat betekent dat ik echt weer om 6 uur moet opstaan, of heel laat, oh ja, weer om 7 uur 's avonds, wat betekent dat je weer een dag in Chiang Mai kwijt bent. Twijfel. Niet dat ik hele boeiende plannen in Chiang Mai heb, maar het is gewoon even een twijfelgeval. Wat ik heb besloten om te doen, ik ga eerst even naar Koh Tao toe. Het guesthouse wat ik daar heb geboekt, ik heb een privékamer geboekt. Ik zat even te kijken naar hostels en zo, maar weet je wat ik merk? Dat heel veel backpackers zijn vrij jonge mensen. En die gaan dan backpacken naar dit soort landen, omdat het relatief goedkoop is. En omdat je hier heel veel kan feesten en ja, gewoon zon, seks en zuipen. En daar ben ik gewoon absoluut niet naar op zoek. En ik heb gewoon geen zin om in dat soort hostels te zitten. Dus ik heb toch een privékamer geboekt. Ik betaal 2 euro boven mijn budget. Ik betaal nu 15 euro per nacht daar. Maar goed, ik heb in andere guesthouses zoals nu bijvoorbeeld, heb ik geld bespaard. Dus dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Dan kom je toch weer gelijk uit. Dus ik heb daar ook een privékamer geboekt. En als ik daar dan ben, dan ga ik even kijken hoe die reis is verlopen. Om te beslissen of ik dan dat ticket naar Chiang Mai op de 18e of de 19e ga boeken. En nu ga ik echt ontbijten. Ik heb mijn scootertje, oftewel mijn motorbike. Ik moet eerst gaan tanken, dus dat wordt het eerste avontuur. Let's go! Wow, dat ging echt zo soepel. Ik ben het helemaal niet verleerd. Het ging in 1 keer goed, alles. Ik voel me helemaal als een vis in het water op die scooter. Ik ben echt helemaal vergeten hoe leuk ik dit vind. Team song van vandaag. Spring maar achterop bij mij. We gaan samen weg. Ah, kom, we gaan rijden. Yes, gehaald. En het was zo leuk. Echt, ik word zo gelukkig van dat scooteren door warm weer en ja, Thailand, Bali. Weet je, die omgeving is ook gewoon inspirerend. Kijk, het scootertje, hij is zo leuk. Check dit. Bijna een heel strand voor me, myself en I. Het is vandaag niet zo heel zonnig, maar het water ziet er alsnog heel mooi uit. En even psychologisch gezien, het is gewoon dezelfde zee en waarschijnlijk zijn hier ook wel wat kwallen. Maar hier heb ik geen traumatische ervaring van een kwal. En er zijn gelukkig nog wel wat mensen. Het is niet helemaal uitgestorven. Ik wil echt heel graag zwemmen, maar ik durf gewoon niet. Kijk, dit is volgens mij echt een gigantische kwal. Zie je dat daar? Hier. Ja, dat is een ginormous kwal. Wauw. Check deze kwal. Oh my freaking god. Kijk dan hoe groot. No, 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 no. Hier wordt niet gezwommen. No.
volgens mij ga je echt dood aan dat soort kwallenbeten. No way, no way. Niet dat ik het water in ga. No. Ik ga wel wandelen. Hij was zo, ik overdrijf echt niet. Serieus. Weet je, maar die spin had ik ook gewoon gezegd dat die kleiner was. Maar deze kwal was echt zo groot. Check hoe mijn voet erin past. Dit is geen grap, die kwal was zo groot. Yo, check hoe fancy dit toilet is. Weet je, het is gewoon een resort toilet. Maar ik heb het even een tijdje niet zo luxe gezien. En ik heb een idee. Ik denk dat ik hier gewoon aan het zwembad ga chillen. En gewoon ga zwemmen. Als ze me wegsturen, boeien, dan ga ik dan wel weg. Maar het is het proberen waard. Weet je wat ik zat te denken? Sinds mijn poolparty voor mijn 30ste verjaardag zit ik erover na te denken om nog zo'n feestje te organiseren. Nu kan ik dat gewoon zomaar doen. Maar ik zag natuurlijk ook in de comments dat een paar van jullie zeggen, oh, ik zou het zo leuk vinden om je te ontmoeten, bla bla. Same back at you. Ik zou het ook echt heel tof vinden om jullie te ontmoeten. Dus ik zat te denken, wat als ik in augustus zo'n poolparty organiseer met een open, non-alcoholische bar. Eerlijk, ik vind alcohol in een zwembad niet zo'n hele slimme combinatie. En ik wil geen ongelukken op mijn geweten hebben. Dus als ik het organiseer, dan organiseer ik het zeg maar als een gewoon feest. Waar je normaliter ook naartoe zou gaan. Maar dan in een poolparty setting waarbij we elkaar gewoon kunnen ontmoeten. En waarbij je gratis drinken krijgt. Er is dan alleen geen alcohol. Hoe zouden jullie daar tegenaan kijken? Wat zijn jullie gedachten daarover? Ik ben benieuwd. Laat even weten in de comments. Misschien denk je van, nee, zwembadfeestje is echt helemaal niks. Of nou, zonder alcohol, dat zie ik echt totaal niet zitten. Of nou, in het ergste geval van, Yves, zo boeiend ben je niet. Ik kijk je video's wel. Ik bedoel, dat kan ook, weet je wel. Laat gewoon weten in de comments. Ik ben benieuwd naar jullie gedachten erover. Dat was echt heel relaxed. Ik ben helemaal chill. En ga nu weer terugscheuren naar Aonang. Ga je mee? Achterop? Ik wilde net een shake halen. Een lemon shake, zoals aangeraden door iemand in de comments. Maar ze zijn helaas dicht. Dan moet ik het maar met deze zonsondergang doen. Misschien had ik toch die zonsondergang op het strand moeten afwachten. Check deze lucht. Het gaat straks volgens mij helemaal roze worden. Gekke huis. Kijk deze lucht. Hij is gewoon lila. Wauw. Ongelooflijk. Check deze epische papaya salade. Ik heb gevraagd of ze er extra tofu bij konden doen. Oh, ik heb hier zo'n trek in. Ik bedacht me net om die kwal even te googlen welke het was. Want hij was een beetje paarsig, dingesig. En dit is wat ik heb gevonden. Het kunnen twee soorten zijn. Het kan deze zijn. Die dus wel een beetje steekt. Maar ik denk, hij leek iets meer op deze. Dus ja, eigenlijk was hij dus niet gevaarlijk. Maar moet je kijken joh, die kan gewoon 20 centimeter in doorsneden worden. Ik wist echt niet dat kwallen zo groot konden worden. Kijk deze, die kan bijvoorbeeld 2 meter in doorsneden worden. Gekkenhuis, deze 40 centimeter. Deze ook weer 2 meter. Oh nee, dat is dat die 30 centimeter doorsneden heeft en 2 meter lange tentakels. Zo leer je nog eens wat. Oh trouwens, ik ga morgen dus weer naar Riley Beach. En ik was net die vlog aan het editen. Dus ik heb echt zoveel zin. Het is nu 12:30. Ik ga snel douchen. En dan zo meteen slapen. Dus ik ga de vlog alvast even afsluiten. Ik bedoel, het maakt niet uit of ik nou heb gedoucht. Of het dan goed is of niet. Whatever. Ik hoop dat je ook zin hebt om morgen mee te gaan. Als je geabonneerd bent, dan krijg je die vlog natuurlijk gewoon automatisch binnen. Mocht je zoiets hebben van, no, ik wil ook mee. Maar je bent nog niet geabonneerd. Klik dan even hier gewoon 1 keer klikken. En dan ben je ook geabonneerd. En krijg je die vlog ook. Mocht je nu zoiets hebben van,
Ja, hallo, ik wil wel even doorkijken. Dan kan je hier alvast de vorige aflevering van de Travel Vlogs vinden. En daarmee kom je ook bij de afspeellijst van de Travel Vlogs. Dan kan je misschien binge-watchen als je daar zin in hebt. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je morgen weer. Welterusten.